Hey, mijn naam is Jeff de Killer. Like nu deze video, anders lig ik onder je bed vannacht. Like even deze video allemaal in 3 seconden tijd. Anders is er een grote kans dat de horror Jeff de Killer naar je toe kan winnen. Hebben dus 3, 2, 1. Heb jij geliked? Mensen, abonneren op die kanaal met het belletje aan. En ja, als je dat hebt gedaan, zou het natuurlijk fantastisch zijn. Dus dat en ja hoor. Even kijken, ik ga even naar mijn ouders toe. Hey pa, maar hoe gaat het met jullie? Ja, mij gaat goed. Hoe gaat het met jou? Ja, prima. Ik ga eventjes een stukje rijden, want ik moet nog een en ander regelen. En ja, ik kom straks weer terug, ja? Is goed. Tot straks. Oké, doei doei. Oh my god, dat meen je niet. Oké, we gaan even rijden dus. En ja, Jeff the Killer, hè? Ik heb wel heel veel dingen over gehoord, maar I don't know. Laten we even gaan rijden. Mag die open gaan, die garage? Oh, dan gaan we even een stukje rijden, mensen. Jawel, moet natuurlijk ook gebeuren. En mag die poort even open misschien? Of nee, mag dat ook al niet? Jongen, jongen, wat een gezaak is het, zeg. Jeetje, mineetje. Nou ja, weet je wat, mensen? Laten we gewoon lekker een stukje gaan rijden. En kijken waar we uiteindelijk uit gaan komen. En, huh? Ik word gebeld. Wie is dat? Hé, maar wie spreek ik? Hallo, je spreekt met mij. Kun je alsjeblieft deze kant op komen? Ja hoor, dat kan ik zeker. Alleen, wat is het dan? Ja, gewoon, er is wat aan de hand. Je moet nu deze kant op komen. En wat is deze kant dan? Je moet naar de pier gaan. Kom alsjeblieft in de avond, ja? Is goed, ik kom dan s'avonds naar de pier toe. Oké, waarom moet ik s'avonds weer naar de pier komen dan? Ik heb geen idee, maar ja, ik moet er even maar zien achter te komen wat hier nou precies begaande is. En auw, oh, ik heb deze Mercedes al lang niet meer gereden. Maar mensen, ik wacht het af en dan gaan we zo naar de pier. Oké, mensen, we komen dus bijna aan bij de pier. En oh, jawel, want er is namelijk wat aan de hand blijkbaar. Ik wil even weten wat er aan de hand is. Want ik vind het een beetje raar worden dit. Maar het zal ook allemaal wel weer. Ja, we gaan er gewoon even naartoe, denk ik. Dat is het beste. En hier moet het zijn, hè. Ik ga even uitstappen. Toch even verhaal halen. Want ik wil heel graag weten wat er nou precies gebeurd is. Jeet. Oké, oké, shit. Dat had ik niet moeten doen. Ik doe mijn telefoon open. Dat is echt handig. Maar ja, maakt niet uit. Oké, en dit is de pier. En oh my god, die zon die ondergaat is wel echt nice. Eerlijk. Dat vind ik wel, man. Het is echt wel heel nice dat die zon zo ondergaat. Je ziet me ook wel lekker rennen hier zo. Je hebt wel mijn slechte skin, want ja, ik heb nu even de normale GTA open. Waarom? Ik leg even uit. Normaal neem ik elke video in 5M op. En in 5M heb ik die goede skin, zeg maar. Maar ja, Jeff the Killer kan niet in 5M. Omdat het een ander bestandtype is. Dus ja, die kan alleen maar in de normale GTA 5. Maar goed, ik ga het wel regelen. Maar goed, Jeff the Killer is daar boven. En ik wil even kijken wat Jeff the Killer nou te melden heeft. Dus ja, hallo Jeff. Hey, gaat het allemaal wat met jou? Ja, het gaat helemaal niet eigenlijk. Oh, wat is er op gebeurd, Jeff? Ja, kijk, het zit zeg maar zo. Laat me even het verhaal vertellen. Nou, zoals elke dag ging ik weer naar school toe, maar ik ging altijd met heel veel tegenin naar school. Ik kwam altijd heel laat aan, maar helaas werd ik altijd opgewacht. AG, wat denken we niet? Wat denken we niet naar school te gaan, AG? Ik zou maar heel graag normaal doen als ik jou was. Kijk, en dat bedoel ik, word helemaal gek hiervan. Vervolgens kom ik aan naar school en ja, ga ik weer naar mijn klas toe en hopelijk is het een beetje een gezellige les. Maar ja, mijn eigen mentor die kan me niet handelen, man. Ik zweer het je. Ik ga de les in. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom ben je weer te laat gekomen? Ja, het zit zeg maar zo, ik heb me verslapen. Nou, zo gaat het niet werken, hè, maat? Even dat het heel duidelijk is. Nou, sorry hoor. Nou, weet je wat? Ga maar lekker zitten. Oké, maar waar kan ik zitten dan? Hey, G, what denk je, man? Is alleen maar een vriendelijk voor vrouwen, hè? Je bent een steriemoordenaar. Hey, wat zeg je nou? Wat doe je normaal tegen mij? Nou, die klasleider heeft wel gelijk, dus eruit. Hey, wat zeg je nou tegen mij? Ik zeg eruit, Jeff. Ik vind echt dat je het slecht doet op school. Hey, doe eens even normaal. Waarom sla je mij? Eruit, nu! Ik doe toch helemaal niks? Jawel, dat je hier in de klas bent en aanwezig bent, dat vind ik wat te veel. Nou, dan ga ik wel weer, hè. Oh, ik zweer het je. Waarom heeft iedereen een hekel aan me? Ik zweer het, man. Ik vind het helemaal niet leuk meer. Ik ga wel even melden bij hem. Goedemorgen! Ja. Wat kom je hier doen? Ja, kijk, ik ben weer de klas uitgestuurd. Ik zweer het je, wat bezielt je, gast? Je bent echt de slechtste leerling van de hele school, hè? Ja, dat maakt toch niet uit? Hoezo, hè? Je haalt altijd hoge cijfers. Ja, dat is ook de reden dat ik naar school ga misschien. Kan me niet schelen. Ik zou zeggen, ga eruit. Nee. Eruit. Je bent niet meer welkom op school. Wat? Ik ben al zo depressief als hel. Ik zou zeggen, doe jezelf wat aan. Grappig, hoor. Luister, nou, als je niet eruit wil, dan ga ik het allemaal even verzorgen dat je eruit gaat. Dus eruit, nu. Auw. Hé, doe eens even normaal, meneer. Auw. Nee, auw. 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 Oké, ik ga al weg. Ik ga al weg, meneer. Oh, nee. Ik vind helemaal niet leuk dit. Zo zie je weer. Ik word elke dag in elkaar geslagen door mijn eigen mentor. Dit was de directie trouwens. Iemand buiten aangekomen word ik weer opgewacht door 2 of 3 gasten. Auw. Hey, doe even normaal. Doe normaal alsjeblieft. Ik heb toch niks aangedaan. Hey, doe even normaal. Nee. Doe even normaal. Waarom niet? Wat me aan? Nee, stop. Stop. Nee. Auw. Auw, doe dat niet. Nee, nee, ga. Ga weg, alsjeblieft. Laat me met rust. Zo. Blijf maar lekker liggen, jullie. Alsjeblieft, niet meer opstaan. Oké, ze zien me. Ik werd in elkaar geslaagd. Zelfs door mijn eigen leraar. Oh, ik ga weer naar huis toe. En zelfs dat is een hel. Want zelfs thuis door mijn eigen ouders word ik slecht behandeld. En ja, ik weet het gewoon niet meer. Ik ben het gewoon helemaal zat. Ik meen het. Iedereen, alles ben ik gewoon compleet zat. Maar goed, het zal wel weer. Ik ga wel lekker naar binnen toe. Moet ik het gezeik weer aanhoren. Papa, mama, ik ben thuis. Papa. Hé, hey, wat doe je dan hier? Ga eruit. Hé, hey, je hebt zo slecht school gedaan, of wat? Nou, luister, ik word hier weer uitgestuurd. Draai thuis zelf een beetje gaan voor mannen, ja? Ik zweer, als je niet gaat voor mannen, dan mag je het huis uit, wat mij betreft. Nou, echt niet leuk. Hé, hey, luister, ga weg. Nee, hoe zit mijn moeder naartoe? Ga weg, ik zweer het je. Als jij niet gaat, ik zeg het je eerlijk, hè, dan heb je echt een probleem. Waarom doe je zo gemeen? Au, au. Hé, hey, doe even normaal, alsjeblieft. En zo ging het al
altijd, elke dag eraan toe. Ik kan nergens mijn rust vinden en waar ik ook ben, ik word altijd lastiggevallen. Sterker nog, die drie jongens die me aanvallen, die verstoppen zich altijd als andere mensen aankomen. Ik ben er klaar mee. En dat is zeg maar wat er eigenlijk gebeurd is. Wat? Ben je serieus? Moet ik wraakhoes gaan nemen, Jeff? Wat heeft er voor zin? Ik wil toch dood. Dat ga je niet doen. Maar ik ga eerst hun vermoorden. Ga je eerst hun vermoorden? Hoezo dat dan? Heeft toch weinig zin, zei je? Oh ja. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Ik word al heel mijn leven gepest. Ik heb geen fijn leven en dat soort dingetjes. Geen normaal ben je al zo agressief naar mij, maar nu ineens sta je hier zo. Ja, ik weet het. Daar wil ik echt sorry voor zeggen. Het spijt me heel erg dat ik dat heb gedaan. Het is oké, Jeff. Dat kan je helemaal echt nooit meer doen, hè? Ook als ik jou geholpen heb, niet meer doen, oké? Ik beloof het echt aan mijn moeder. Oké, ja. Over je moeder gesproken. Daar ben je niet zo blij mee, toch? Ja, eens. Goed. Of wie kan ik het dan beloven? Oké, ja. Jeff, ik doe het wel voor je en ik ga het regelen, ja? Oké, dankjewel. Heel lief van je. Doei, doei. Dag, Jeff. Oh my god, dit meen je toch niet, hè? Oh my god, nee. Nee, nee. Ik ben echt helemaal in de war. Ik weet niet wat ik moet denken. Oh, we gaan een nieuwe actie opnemen, want ik meen het. Wat er met Jeff is gebeurd, dat kan gewoon niet. Ik vind het gewoon zielig, man. Ik vind het echt zielig voor Jeff te killen, mensen. Oh my god, ik vind het gewoon... Ja, ik weet niet wat ik hier moet zeggen, maar... Ja, ik heb het wel met hem te doen. Snap je wat ik bedoel? Normaal ben ik helemaal niet zo van de killers en zo, maar... Ja, het is, ik noem maar gewoon een Jeff. Ik noem geen Jeff de killer meer. Ik heb een beetje spijt dat ik hem iedere keer maar Jeff de killer noem, want... Ja, is het eigenlijk wel een killer? Of is het eigenlijk wel een hele lieve jongen die gewoon te veel mee heeft gemaakt? Ik weet het zelf ook niet. Ik wil eigenlijk niet verdedigen wat hij allemaal heeft gedaan, maar... Enigszins ook wel weer, snap je? Oh, ik vind het lastig. Weet je wat, mensen, we gaan op ons doel af. Dus laten we even gewoon wraak nemen en aanpakken wat gebeurd is. Want ik vind het niet meer kunnen. Oké, mensen, we zijn dus nu onderweg naar de ouders van Jeff de killer. En we gaan proberen, ja, Jeff of ja, ik mag geen killer meer noemen, man. Waarom zeg dat nou iedere keer? Ik ga naar de ouders van Jeff toe en we gaan even kijken wat ik nou kan regelen. Want ja, eerlijk, ik vind het gewoon triest worden. Ik vind het gewoon veel te sneu dit. Ik kan het gewoon niet hebben dit. Ik meen het. Maar goed, jongens, laten we even uitstappen en we gaan even naar binnen toe. Want ja, ik wil toch even heel graag weten, want die nou wist wat ik al zei. Dus ja, we gaan even naar binnen toe. En dit is een huis, hè? Oké, dus dit is het huis van Jeff. Mensen van de ouders van Jeff. Oké. Hallo? Waar zijn de ouders? Laat maar eens even jezelf zien, jongens. Want ik wil toch even weten wat hier nou precies gaande is. We gaan even naar de bovendiep. We gaan even kijken. Ja, jullie moet ik even spreken. En wie ben jij dan, hè, kleine snotneus dat je bent? Ik ben Dally. Hoezo? Nou, met jou heb ik een appeltje te schillen. Hoe bedoel je? Ik kom gewoon even binnen. Ja, dus? Je komt niet zomaar binnen naar huis, oké? Heb je dat begrepen? En daarbij, oh, je gaat zeker Jeff de Killer beschermen, hè? Jeff de Killer? Waarom zeg je nou met Jeff de Killer? Hij is een psychopaat, man. Ik heb mijn huis getrapt met mijn vrouw. Is dat zo? Ja, hij heeft genoeg plakslagen gehad. Maar hij wordt geen man. Hij wordt niet maar gepest. Ik schaam me dood van mijn zoon. Dat jij zo over je eigen kind kan praten. Oh, ik zweer het, hè? Oh, dit trekt me echt niet. Oh, ga je me dregen? Ga je ons dregen dan, hè? Hier, kom dan, G, hè? Hey, ga je slaan, hè? Doe maar. Sla dan maar eens. Sla. Sla. Doe maar. Doe dan. Kom. Durf je nog wel, hè? Zo. Lig jij. Oeh, jij gaat dat niet doen, mevrouw? Nee. Ook liggen. Zo. Hè? Nu kunnen jullie lekker vrede sterven. Nou, altijd wat jullie gewild hebben waarschijnlijk, hè? Uiteindelijk. Maar een beetje vroeg. Ja, ze gaan doodgaan. Ze gaan waarschijnlijk opgehaald worden aan de ambulance. Dan wordt het weer gewoon beter. Maar snap je? Dit gebeurt er dus. Als jij aan mijn goede vrienden zit, aan mijn kameraden zit. Je kan het gewoon niet doen. Je kan het niet flikken. En als je het wel flikt, dan zie je wat de gevolgen zijn. En de gevolgen zijn niet zo leuk zoals ze hebben gezien, hè? Nou, prima. Gaan we dus door naar de volgende. Want ja, ik wil toch even weten wat er nog meer is. Hè? Kijk, de ouders van Jeff de Killer, die zijn sowieso al een beetje gek. Van Jeff. Oh, en nu ga ik even toch naar zijn school, naar zijn les toe. Want ik wil toch even weten wat hier nou precies in de les aan de hand is. Want ja, ik vind het ook een beetje raar, man. Jeff de Killer wordt altijd in elkaar geslagen door een hele groep jongens en dat soort zaken. Kan gewoon niet. Ik vind het schandelijk. Dus we gaan even naar zijn school toe. En ik heb een vrouw halen. Ik denk dat dat het beste is om te doen. Dus mensen, ik ga er lekker op af. En ik zie jullie weer bij Jeff's school. Ja, dat is. Oké, dames en heren. De avond is al gevallen. Maar we zijn onderweg naar die school aan het gaan. En ja, we moeten hier namelijk toch wel wat doen. En hier is de school. Oh, maar ik had Jeff de Killer hier zo op. Of zat hij hierop? Ik denk het wel. Ik heb hier ook op gezeten namelijk. Dus ja, laten we even naar beneden gaan. Want dat moet nou eenmaal gebeuren. Oké, laten we wapen weg. Dus niet echt bepaald net zo met een wapen naar school te gaan. Dat weet ik ook wel. Maar mensen, laten we lekker naar binnen gaan. Let's go! En jouw mannekes, we zijn dus aangekomen op school. En het is al 12 uur s'nachts. Hebben ze nog steeds les dan? Wat? Oké, deze school is echt 24/7 open. Ik weet dat van vroeger ook nog wel. Mensen hebben kijken de raarste tijden les. En ja, we gaan zo'n les hebben. Goeiedag, dames en heren. Of ja, goeienacht. Deze les gaat over seriemoordenaars. En om een paar voorbeelden te noemen. Wie kent een seriemoordenaar? Oké, noem eens een seriemoordenaar dan. Even kijken, Pennywise. Ja, er is er wel eentje, maar dat is niet per se een seriemoordenaar, maar een creepypasta. Even een mooi voorbeeld geven. Jeff, oftewel Jeff de Killer. Die heeft ook op deze school gezeten. Dat is een seriemoordenaar. Gaan ze serieus Jeff de Killer nou zo bestempelen? Oké. Hey! Goedenavond. Wie ben jij en wat doe je hier? Dit is alleen maar een les voor vrouwen dit keer. Wat? Feminisme? Ja, gaat over feminisme en over misdaad. Hoezo? Nou ja, ik kom nu voor een vriend van mij. En wie is de vriend van jou dan? Ja, hij is Jeff de Killer namelijk, volgens mij, toch? Jeff, ben je helemaal gek in je hoofd? Ja, luister, hij is van school geschorst omdat hij zich niet kon verhouden tegen een paar pestkoppen. Ik bedoel, oké, hij wordt gepest. Maar ja, boeien, hij moet hard worden. Serieus, ben je zo iemand? Ja. En waarom heb je een gummiknuppel in je hand? Ja, geen idee. Maar gewoon, dat dus. Jij bent echt evil, man. Ik zweer het je. Nee. Je gaat me niet slaan. Hé, moet ik even een mes pakken? Dat gaan we niet doen, hè? Nee, mevrouw. Kom maar. Doe maar nog eens. Doe maar. Sla. Goed zo. Zo, slash. Nog een keer. Doe maar. Ik vind het wel leuk om even een paar keer goed te slashen, mevrouw. Ja. Zo. Lekker voor je. Nog wat, hè? Oude juf. Stouterd.
Niks ervan. Stoute juffrouw dat je bent, hè? Doe maar. Ja. Lekker. Slash. En slash. Zo. Dat gaat niet goed, hè, mevrouw, hè? Met die feminisme van je. Zo, dat gaat je leren. Hé, hey, wie ben jij dan, hè? Ik ben Delano. Hoezo? Ga je stoer doen tegen mij. Ga je dat doen, serieus. Zo, allebei liggen, oké? Okay? Zo. Oh, hij komt er niet eens door. Je hebt geluk, mevrouw. Oké, we gaan weg. Michael, wat een engert. Het is al 1 uur s'nachts, man. Oh my freaking god. Ik vind het echt zielig voor Jeff. Ik zweer het je, man. Oh, dan gaan we even naar zijn mannetje toe. Of naar zijn mentor. Weet ik voor wat. Hey, je was toch Jeff de mentor? Hey, wie ben jij dan? Huh? Mijn naam is Delano en ik kom Jeff toevallig even beschermen. Leuk, hè? Je hebt het over die loser zeker, Jeff de killer. Wat een loser. Even serieus, nee, dat is een loser. Hoe gaat Jeff de killer? Weet je zelf grappig of niet? Ik vind mezelf heel grappig, ja. Oké, weet je wat ik ook grappig vind, hè? Oh, wat ga je doen? Ga je regen dan, hè? Zeg dan, hè? Zeg. Oké, let me op. Oké, ik let op. Ga dat al zien, kijk. Zo, hè? Vetzak. Je kan niet eens vechten, man. Oh my god. Zo, nee. Ga je me serieus hitten? Slash. En nog eens een keer slash. Zo. Nog wat, hè? Meneer. Ik kan het ook wel, hè, met een nachtknuppel van die juf. Zo, je kan wel ontwijken. Zo. Lekker voor je. Dat zal je mooi leren, maat. Lekker op de grond liggen. Lekker slapen gewoon. En dan met even goed af te maken. Zo. Even een paar keer nog een paar tikken achteraan geven. Dan weten we zeker dat je neer bent. Oké, ik weet alleen niet wat Jeff's pestkoppen zijn. Normaal zijn ze ook altijd op school, maar ik weet altijd wel een plek waar ze namelijk ook altijd wel eens naartoe gingen, denk ik. Dus mensen, wij gaan even naar de plek waar Jeff de Killer zich ook wel eens bevond. Nou, in ieder geval, we moeten even die pestkoppen prima aanpakken. Dus we gaan het sowieso even doen. Dus laten we even gaan rijden daar naartoe. En ja, waar het eigenlijk mag zijn, ik denk dat ik het wel weet. Dus mensen, wij gaan even naar die plek toe. Maar in ieder geval, wat er op school gebeurt, jongen, ik zweer het je. Ik vind het echt zielig voor Jeff, man. Ik weet niet wat jullie van Jeff de Killer nu vinden, maar ik heb een ander beeld over hem gekregen. Het is niet per se dat ik hem een legend vind. Want ja, eerlijk, hij heeft natuurlijk fucked up dingen gedaan. Maar toch, ik vind hem ook niet per se de of zo, een crimineel. Dat valt ook wel mee. Dat dus. En ik wil toch even weten wat er meer met Jeff is. Dus mensen, we gaan er lekker naartoe. Dus let's go. Oké, dames en heren, we komen dus bijna aan op de plek waar Jeff de Killer zich kan bevinden. Ja, of ja, niet Jeff de Killer, maar in ieder geval de pestkoppen ervan. Want hij wordt dus gruwelijk gepest door de 3 anderen, zeg maar, een heel lange tijd. En eerlijk, die gaan we even mooi aanpakken. Ik weet dat ze zich verstopt zijn en ze zijn aan het onderduiken omdat ze een melding hebben gehad van Jeff de Killer. Maar eerlijk, ik weet waar ze zijn. Ik weet de plek van Jeff de Killer ook, zeg maar. En ja, ze duiken zich al een hele lange tijd daaronder. Maar er is iemand die erachter komt en het gaat niet lang meer duren. Zou ik zeggen, ze kunnen nog langer onderduiken als ze willen, want jij in het eigen huis zijn niet meer veilig. Ik bedoel, jij zou te denken van je eigen huis hoor je veilig te zijn. Nou, als er iemand debiel met een knuppel even die ramen in komt tikken en even flink naar binnen komt stormen, ben je niet meer veilig. Dat is gewoon zo. Dus ja, daarom, Jeff the Killer, ja, hij was ook niet meer veilig eigenlijk, hè. Ook niet in zijn eigen huis. Ik bedoel maar weer, zijn pestkoppen kwamen als een keer door zijn slaapkamer aan naar binnen, zeg maar. En de ruitje getikt was allemaal flink te grazen genomen. Nou, dat kan echt niet. En dat waren deze gasten toevallig. Dus ja, heeft hij niet per se verteld, maar ik weet dat toevallig dat zo zat was. Ja, ik had het wel eens iets over gehoord of zo. Dus dat. En als ik dingen hoor, dat is altijd waar, hè, jongens. Nou, dan gaan we eens een mooie lesje leren bij die gasten. Want ik ben wel heel benieuwd. En dan gaan we daarna even terug naar Jeff the Killer kijken hoe het met hem gaat. En waar zijn ze dan? Ah, daar zijn ze. Mooi, dan gaan we ze even goed te pakken nemen, denk ik. Even een goed gesprek. Dat kan natuurlijk geen kwaad. Dat is ook weer zo, hè. Goedenavond, jongens. Dus jullie denken dat Jeff the Killer even jullie slim af is, of niet? Jeff the Killer G. De volgende is een wa, hè? Ik heb wapens bij je. Ik bedoel, het is ons territorium. Ga weg. Hoezo weg? Je hebt zelf levensduur gemaakt. Weet je wat niet wat je hebt gedaan? Ik kan me niks schelen, G. Kan me niks schelen wat ik heb gedaan. Maar ik zou ook maar weggaan als ik jou wat iedereen hier neerkomt. Ik zweer het je, die gaan allemaal dood hier zo. Is dat zo? Hey, je had niet zo moeten beginnen, hè? Hey, ga je zo doen, hè? Zo. Nee. Zo. Nee, dat ga je niet doen. Zo. Hoppakee. Nee, je gaat dat niet zo doen, hè? Zo. Bam. Hebben jullie nog wat? Hè? Ik heb tenminste nog wel een lesje karate gehad, hoor, vergeleken met jullie. En hé, ligt papier. Lekker. Nou, in ieder geval, lekker slapen, jongens. Welterusten. Maar ik ga geen timer aan jullie vies maken. What the hell? Wat denken die gasten wel niet? Jet de killer een leven nog verder zuur te maken, of waar? Oh, ik zweer jou. Ik zweer het. Ik kan het niet aan. En ik heb een melding gekregen. En even kijken, hoor. Wat staat op het nieuws? Wat? Nee, dat meen je niet. Jeff de killer zit gewoon. Oh, we moeten hem bevrijden. Dit is foute boe. Hij zit dus midden op een dak, zeg maar, op het hoogste gebouw. Bij de Maze Bank. Is hij helemaal daar naartoe gegaan om zichzelf wat aan te doen? Hij gelooft er niet meer in, hè? Oh shit. Ik weet waar die is dan. Maar we gaan er even naartoe en. Ik kan zeggen dat alles goed komt. Dit is te zielig, man. Ik vind het echt zielig, dit. Oké, mensen, we gaan naar de auto in en we gaan naar de Maze Bank. Weet je wat? Hier hebben we sowieso weinig te zoeken. Dus mensen, ik zie jullie weer terug bij de Maze Bank. Oké, dames en heren, we hebben nog 1 redmiddel. Jeff de Killer. We gaan je niet helpen, jongen. Ik zweer het je. Ik mag eigenlijk helemaal geen killer noemen, maar ja, je bent gewoon gewend om dat te zeggen, man. Hij is in de Maze Bank. Hij is gespot. Ik weet het. En daar gaan we nu naartoe. We gaan naar boven toe. Ik denk dat het best is. En even kijken, hoor. Oh, even kijken. Maze Bank, hè. Hier is het. Dus laten we naar boven gaan. Oké, de auto staat goed en we gaan eruit. Want we gaan Jeff de Killer helpen, man. Eerlijk, ik ben het. Ik ben echt in de war, joh. Ik weet niet wat hiervan moet zeggen, maar we gaan even naar boven toe. Wapens weg trouwens, anders gaat Jeff de Killer straks denken van, hè, wat is hij nou aan het doen? Dus ja, oké, Jeff, waar ben je? Als het goed is hij naar boven. Ja hoor, daar is hij dan. Kijk, Jeff, waar ben je? Waar ben je? Want dit gaan we natuurlijk niet, dit gaat niet laten gebeuren, hè. Jeffy, waar ben je dan? Jeff! Nee, Jeff!
Durf het normaal. Ik zie het leven niet meer zitten. Kom op, Jeff. Je hebt nog heel leven voor je. Ik heb ze allemaal voor je uitgehaald. Echt waar? Ja. Super bedankt, man. Ik wil bijna gaan vliegen. Oh, nee, Jeff. Durf het normaal. Het spijt me zeer. Maar niet van ben blij dat je me hebt gered. Geen probleem, Jeff. Hey, bedankt voor het kijken, mensen. Like voor deze video. Abonneer op het kanaal en belletje aan. Zie je later terug bij een nieuwe video. Adios.